Breaking news, want vanaf nu gaat het RIVM ook verdachte gevallen meenemen in de tellingen van het aantal coronapatiënten. Nou, of ze nu daadwerkelijk corona hebben of niet, maakt dus niet meer zoveel uit, zolang het maar lekker spekken met de cijfers is. Ondertussen begint hier maar wat te boren, maakt verder niet uit. Maar ik hoor je nu denken, waar heeft hij het over? Nou, feit is dat de Volkskrant heeft gemeld dat het RIVM gaat stoppen met het melden van de eigen ziekenhuisgegevens. Nou, dit laten ze nu over aan Stichting NICE of Stichting NICE. Maar goed, heel NICE is het natuurlijk niet te noemen wanneer men alle gevallen, verdachte gevallen gaat tellen als coronapatiënt. En dan vraag ik me oprecht af, waarom zou je dit in godsnaam doen? En dan zegt het RIVM dat de gegevens van deze stichting betrouwbaarder zijn dan die van de GGD, waar ze de cijfers nu vandaan halen. Ik bedoel, hoe kunnen deze cijfers betrouwbaarder zijn als ze ook verdachte gevallen meetellen? Ik bedoel, snap jij het dan nog? Waarom niet gewoon contact leggen met alle ziekenhuizen? Ik bedoel, zo moeilijk is het toch niet? En vraag ze, joh, hoeveel mensen liggen op dit moment op de IC's? Het is toch geen hogere wiskunde? Nou, ondertussen komen zelfs de ziekenhuizen met persberichten naar buiten dat de IC's niet vol liggen. Nou, zoals ook bijvoorbeeld het Amsterdamse UMC, die stelt ook heel duidelijk, ondanks alle berichten dat hier de IC's vol liggen, is dit niet het geval. Nou, ondertussen laat meneer De Jonge aan de pers weten dat een vaccin dichterbij aan het komen is en ik citeer daarbij, hou nog even vol. Het is toch te gek voor woorden dat hij op deze manier deze woorden uit zijn strot krijgt. En dan noemt hij het ook nog eens onze beste troefkaarten. En dan denk ik, nee, weet je wat onze beste troefkaarten zijn? Dat is een sterk en gezond lichaam, een sterk immuunsysteem met voldoende vitamine D, vitamine K, C, zink. Benoem het gewoon één keer. Benoem het één keer, heer. Zeg één keer dat we ons immuunsysteem sterk moeten houden. Of moeten we het echt alleen maar doen met een vaccin? Want ik heb het vaker gezegd, ik ben niet anti-vaccinatie, maar ik ben wel pro-veiligheid, pro-vrijheid, pro-gezondheid, pro-vrije keuze, pro-productaansprakelijkheid van vaccinmakers. En het is mijn lichaam, het is mijn keuze. Dus stop met de aanscherpingen van allerlei regels die simpelweg niet meer uit te leggen zijn. Want nu beginnen zelfs de politiebonden te protesteren en zijn helemaal klaar met het coronabeleid. En zij zeggen het zelf. Ze zeggen nu dus letterlijk, de regels zijn niet meer uit te leggen aan het volk en eisen hierbij een ander coronabeleid. Nou, ik ben heel erg benieuwd waar al deze waanzin naartoe aan het bewegen is. En ik moet direct denken aan de woorden van Robert F. Kennedy in Berlijn. Massaprotest waar miljoenen mensen bijeen kwamen. Niks van in de media gekomen, maar goed, dat even terzijde. Hij zei in die toespraak aan miljoenen mensen, hij zei, overheden houden van een pandemie zoals ze ook van een oorlog houden. En die reden is, het geeft ze de mogelijkheid om een controle te leggen op de bevolking die een bevolking normaal gesproken nooit zou accepteren. Nou, als zijn woorden ook maar een beetje waar zijn, dan zitten we dus niet met een voorlopige ongemakkelijkheid aan regels, maar gaan we langzaam naar een permanente vorm van slavernij. En weet je, ik wil helemaal niet doemdenken, maar we mogen best met z'n allen waakzaam zijn voor hetgeen wat zich hier ontvouwt. Want continue kleine stapjes van vrijheidsinperkingen zullen over een aantal jaar gigantisch zijn ten opzichte van nu. Maar feit is ook dat het gros van de mensen heeft het niet in de gaten omdat het dermate stapsgewijs gaat. En weet je, dit heeft niks meer met gezondheid te maken. Dit heeft echt niks meer met gezondheid te maken. Want weet je hoe ware gezondheid tot stand komt? Dat komt niet door een vaccin. En ook niet door medicatie. En zelfs niet door natuurlijke medicatie. Meestal ontstaat echte gezondheid, en daarmee dus echte balans in je leven, door
rust in je hoofd, rust in het hart, rust in de ziel. Het komt door vreugde, door liefde en door vrolijkheid. En al die facetten die ontstaan pas door samen zijn, door aanraking, door verbinding met elkaar. En niet door je medemens als een gevaar te gaan zien. En ik heb het eerder gezegd, ik heb nooit gedacht dat we in een tijd zouden aankomen dat mensen zo bang zijn om te sterven dat ze vergeten om te leven. En het gevaar zit hem ook niet in een virus, het gevaar zit hem in het feit dat we onszelf hebben gesteriliseerd van de dood. En deze hele crisis en deze chaos waar we in zitten, kunnen we wel aangrijpen als een enorme kans, maar hiervoor dienen we echter wel de doorgeslagen angst voor de dood los te laten. En we mogen ons veel bewuster zijn van de collectieve kracht die we samen dragen. Want we hebben geen revolutie nodig op dit moment, we hebben een evolutie nodig. En daar zit een heel groot verschil in, want bij een revolutie proberen we eigenlijk iets te forceren of dwingen te veranderen. En bij een evolutie ontstaat er een collectieve, natuurlijke ontwikkeling vanuit een hogere staat van bewustzijn. En feiten zo beide sluiten elkaar niet uit, maar deze hogere staat van bewustzijn, Boren doet nu inmiddels mee, zijn hogere staat zal veel meer teweeg brengen dan welke revolutie ooit zou kunnen doen. Dus nog meer naar buiten zouden we naar binnen mogen keren. En waarom is dat? Er spelen namelijk zoveel factoren in je externe realiteit, waardoor het onmogelijk is om daar grip of controle op te krijgen. Maar je interne realiteit, daar heb je 100% controle over. En wellicht weet je nu nog niet precies hoe. Maar die controle en die kracht die draagt iedereen in zich. En dit vraagt om vertraging, om verstilling, om observatie. En observatie van je gedachten, van je emoties, van je gewoonten. En hoe meer aandacht, hoe meer controle. En dan niet zozeer controle vanuit een dwingende sturing, maar juist controle vanuit verzachting, vanuit overgave en datgene wat is. Want ik zeg ook altijd, het probleem is nooit het probleem. Het is ons idee over het probleem wat het probleem maakt. En wellicht denk je nu, Mike, waar heb je het in godsnaam over? Dit heeft toch helemaal niks meer met gezondheid te maken? Nou geloof me, dit heeft alles met gezondheid te maken. Want holistische gezondheid ontstaat namelijk pas wanneer je rust, wanneer je in rust en tevredenheid met jezelf en met je omgeving kunt zijn. Dat maakt het complete, het holistische gezondheid. Dus mijn advies is dan ook, maak dit veel meer prioriteit dan het idee of je wel gezond eet als vleeseter, vegetariër of als veganist. Maar maak jouw staat van zijn, zeker in deze tijd, prioriteit nummer 1. Want vanuit die plek van rust, vanuit tevredenheid en dankbaarheid voor jouw bestaan, dan weet je ook veel beter wat de juiste keuzes zijn in dit moment en ook op het gebied van voeding natuurlijk. Nou, niemand weet waar deze crisis naartoe zal brengen, maar ik geloof dat we dit echt samen met elkaar gaan doen en dat we hier samen met elkaar doorheen zullen gaan. Dus stay safe, stay healthy, tot snel.